Dubbel 01, 10-4 is in positie. Over. Ja, begrepen, 10-4. We blijven van de Porto, stoppen van Akkermans horen. Dit is dubbel 01. Uit. Ah, dag mevrouw. Ik heb er straks met u gebeld. Oh ja. Komt u verder? Dank u wel. Nou, maar hopen dat het meisje te vertrouwen is. Pardon? Dat scharreltje van hem. Oh, wat is een scharreltje niet? Nee, die Gilles heeft er gedwongen om hem haar huis te laten gebruiken. Voor een rendezvous met zijn vriendin heeft er gedwongen. Ze is als te dood. Dus waarom zou ze liegen? Het is uw operatie. En weer eens wat anders. Ook al zit ik meestal achter mijn bureau, ik weet best dat hier het echte werk gedaan wordt, Guus. Op straat. Een 100 dienstjaren een gouden horloge. Ik geloof dat het jou nog steeds dwars zit, hè? Dat Brandsma je voorbij gestreefd is. Benoemingen gaan zoals ze gaan, Guus. En als je eerlijk bent, dan weet je dat Brandsma gewoon heel goed is. Beter dan ik. U ook iets, adjudant? Nee, dankjewel. Nou, het is allemaal zo simpel dat jullie het ook kunnen begrijpen. Zodra die Gilles gezien wordt, krijgen wij een seintje van Akkermans en zetten wij meteen het hele blok af. Is dit niet een beetje veel machtsvertoon, adjudant? Voor maar één man? Wacht maar af tot je hem tegenkomt. Hij heeft twee bewakers tegen de vlakte geslagen voor hij over de muur ging en een pistool te pakken gekregen. Hij is vuurgevaarlijk. En één ding wil hij in elk geval niet, en dat is terug de gevangenis in. Dan heeft hij zeker ogen aan alle kanten. Daarom zitten wij hier en niet daar. Maar als we het seintje krijgen, kunnen we binnen 2 minuten daar zijn. Smit, jij gaat met Haarman met de 113. Iedereen weet waar zijn plek is, ja? Ja. Waar is Haarman eigenlijk? Die zit voor regisseur te slijmen. Bij die zaak van die ontvoerde baby was ik nou niet kapot van je intuïtieve observatietalent. Jo, hoe krijg je het op papier? Nou ja, je bent hoofdagent, genoeg dienstjaren, dus je zou regisseur kunnen worden. Ik ben het al geweest. Ja, maar niet tot ieders genoegen. Hoe dan ook, op dit moment is er geen plek. En als die er wel zou zijn, dan zou ik er nog even over na willen denken voordat ik een aanbeveling doe. Nou, weet je wat? Kom later nog maar eens op terug. Oké. Okay. Mag ik vragen waarom u speciaal deze ruimte nodig heeft? Nou, we zijn op zoek naar iemand. En die persoon die heeft een afspraak met zijn vriendin in een huis hier tegenover. Oh, en hoe laat is dat? Dat weten we niet precies. Maar we zijn erg blij met uw medewerking, mevrouw. Hoe laat beginnen uw lessen? Om 3 uur en het duurt meestal tot 4:30, 5 uur. Nou, we zullen proberen u niet voor de voeten te lopen, mevrouw. Of wat heel belangrijk is... Niemand mag weten wie we zijn. Er mag niks uitlekken. Kan dat? Tja. Dat doet u maar gewoon alsof we hier zijn om de polka te leren. 10-12 voor dubbel 01. Wij zijn ter plaatse. Begrepen, Lucie. Hoe ziet het eruit? Heel goed. Het is het tweede huis met een blauwe deur aan de rechterkant. Het is nummer 7. Het heeft een groene brievenbus. Als je vanaf de Meeuwenlaan komt, is het ongeveer... 100 meter aan je rechterhand. 100 meter aan de rechterkant. Er staan wat vuilniszakken voor de deur. Goed, Lucie. Geen problemen met je locatie?
Nee, geen problemen. Ja, over een half uur gaan ze hier de polka dansen. Dus die afgesproken radiostilte, die moeten we maar meteen in laten gaan. Ik geef 2 piepjes. Als die vriendin komt opdagen en 3... Als meneer zelf verschijnt. Over en uit. Alle eenheden. Vanaf nu blijven we allemaal van de porto's af. Dringende berichten kunnen via de mobielefoon. Uit. Alsof wij zo stom zijn om Lucie voor de voeten te lopen. Hoe gaat het nou met je? Hoezo? Nou ja, ik bedoel. Dat het lood in je buik en zo. Maak jij je daar zorgen over? Ik niet. Ik zou me alleen zorgen maken als ik een pand in moest met een maat in mijn rug die zijn pistool niet eens durft te laden. Je hoort de raarste geruchten. Sorry. Gek, hè? Ik ben hier wel 1000 keer langsgekomen. Ik wist niet eens dat dit soort dingen nog bestonden. Volgens mij sla je hier een maffiguur in een spijkerbroek. Ja, ik had een heel salaris moeten besteden aan zo'n balletpakje met van die veren. Het is anders nog knap erotisch, dat cheek-to-cheek dansen. Nou, je doet straks je best maar. Zou jij er geld op zetten? Die Gilles komt opdagen. Niet als hij zijn gezonde verstand gebruikt. Ja, aan de andere kant, seks is een sterke drijfveren. Als je 7 jaar achter die tralies hebt gezeten, dan wil een mens wel eens wat. Jij zou ervoor vallen. Als een baksteen. Misschien beheerst hij zich beter dan ik. Hm? Wat ik niet snap, is wat Keizer in die operatie doet. Het is omdat hij buiten zijn boekje gaat. Keizer? Hij had die tip. Vraag mij niet hoe, maar had ermee het hoofdbureau moeten gaan. Gilles is een landelijke zaak. Allemaal promotiebeleid. Ik denk dat hij de reputatie van de Kruislaan een beetje probeert op te krikken. Oh, en daarom moeten we van die porto afblijven, zodat ze ons op het hoofdbureau niet kunnen horen. Lucie zit in een zaal vol met mensen, Klojo. En als die een porto horen overgaan, dan is er maar 1 nodig die naar de overkant wandelt en Gilles in zijn oor fluistert dat de politie voor hem klaar zit. Nou, je kan wel horen dat jij bij de recherche hebt gezeten. Oh, god.
Misschien moeten we Voskel maar even waarschuwen. Onzin. Het is alleen maar die vriendin. Het kan nog uren duren voordat Gilles zich laat zien. Die zal vast wel komen als zij er is. Gilles komt alleen als hij 100% zeker is dat de kust veilig is. En dan hebben we nog een paar uur voordat hij uitgescharreld is met zijn vriendin. Ik moet even bellen. Er is toch een cel een eindje terug? Wat is er nou zo dringend? Ik had een check-up. Ze kunnen het heen en weer krijgen. Vorige keer heb ik een uur voor joker gezeten in die kliniek. Ja, is dat nou wel zo verstandig? Mijn baas in eigen buik, jochie. Bij de tango ligt het accent op de lange, glijdende passen. Ja, daar gaan we. En slow, slow, quick, quick, slow, stap, over, zij, sluit. Ja? De tweekwartsmaat. Ja, de doblo, Donald, de doblo. Nou, we gaan het allemaal even doen. Komen jullie op de vloer? Slow, quick, quick, slow. Stap, opzij, sluit. Denk aan je houding. Iets achterover, dames. Ja? Dit is een statige dans, maar dramatisch. Weet je? Ik denk dat je in iemand zijn balboekje staat. Misschien komt hij wel voor jou. Mag ik deze dansen nu? Ik blijf liever even kijken als je het niet erg vindt. Wagen sturen om een arrestant op te pikken. Observatiepunt 2 en ik breng hem een eentje verderop. Hey, brengt dat nou nog wat op? We zijn even staan te kijken. Hey, als je me laat gaan, mag je het houden. Lullen we nergens meer over. Voor een beetje toeristenbagage in een camera. We zien me vooraan. Nou, dat kan ook in cash. Wat voor cash? Zou mij benieuwen. Doe je niet aan mee? Wat heb je bij, jochie? 300. Meen je niet, hè? Natuurlijk meen ik het. Het is alleen niet genoeg. Maak maar een geintje, man. Ik snap er niks van. Het meisje is dan al zo wat een uur. Waar blijft die lummel? Hij wacht tot wij ongeduldig worden. Iets verkeerds doen. Zodat hij ons in de smiezen krijgt en de boel kan afblazen. Ja, ja, dat is ook leuk. En als hij op de motor is, dan komt hij een paar keer langs om te kijken of alles kosher is. Komt hij lopen, dan moet hij eerst nog langs Snijders. Het duurt veel te lang. Alleen hele leuke dingen duren kort. Ga
Gaat die solotour van Keizer nog lang duren? Ik heb mijn mensen nodig. Dit is toch die betere samenwerking die jij zo graag wou? Samenwerken? Wij knappen het vuile werk op en Keizer strijkt de medailles op. Is dat wat je bedoelt? Aha, wij voelen ons gepasseerd. Wij willen zelf die veer in onze reet hebben. Oh, Bobby, hè? Wat jij van deze inspecteur begrijpt, jongen, kan op de achterkant van een postzegel. Ik ben ook maar een eenvoudige adjudant. Wij zijn niet de enigen die ongeduldig worden. God weet wachten tot het donker is. Zo, wordt het nu tijd voor een wat grotere uitdaging. Het is een dans, nee, het is liever muziek vol passie. Ik kan iemand misschien zeggen wat ik bedoel? Het is een, ja, met Spaanse invloed. De paso doble? Ja, inderdaad. Een dubbele, snelle maat. De paso doble. Ik denk dat jij nu aan de beurt bent, Mark. Ik weet dat we radio stilte hebben afgesproken. Ik zou dat niet doen. Dat klopt toch iets niet? Duurt veel te lang. Ik wil weten wat er aan de hand is. Volgens mij is het verkeerd nu de regels te veranderen. Als Mark en Lucie iets te melden hebben, doen ze dat heus wel. Serieus hier, hè? De man domineert. Hij is de heerser. Nou, het klinkt een beetje uit de tijd, vind je ook niet? Nee, ik ben hier niet erg goed in, hoor. Nou, ik ook niet. Ben je hier voor het eerst? Ja. Voor mij is het de derde keer dat ik hier ben. Maar thuis verveel ik me maar. De kinderen zijn naar school en nou ja, je weet wel. Jij bent niet erg spraakzaam, hè? Nou, mijn vriendin vindt het niet zo leuk als ik met andere dames praat. Oh, maar ben je niet getrouwd dan? Nee. Is dat Gilles? Is die in de gevangenis wel een paar jaartjes ouder geworden? En hij ziet er ook niet uit of hij een liefhebber is van de walsen van Strauss. Zijn de stierenvechters, hè? En de dames, de kinderen. Daar draait deze dans om. Ja, de matador laat zijn keep nooit in de steek. Ja, kom op, hartstocht. Vier! Ja, hoor eens, meneer, dat kan zomaar niet. Hé, Arie, hou op, idioot! Hou op, idioot! Van mijn vrouwen, Arie, hou op! Idioot, hou op met die flauwekul. Kan je niet gewoon praten? Er valt niks te praten. Zet die muziek af. Elke klepkijker slaat tegen mijn wijf op de garen. Die godverdomme is een slet. Zet die muziek af. Arie. Het spijt me, Guus, maar dit duurt me te lang. Hallo, dit is 001 voor 1012. Lucie, kom uit. We hebben de situatie. Jullie zijn smerig! Lucie, ik ontvang je niet! Vergist je! Lucie, kom uit van 001. Over. Hé. Dat is hem. Wacht. Lucie moet hem daar eerst zien. Hij moet binnen zijn. Belfoscaal. Kruislaan, komt u uit voor observatie punt 2? Lucie, kom uit voor 001. Over.
Dames en heren, wilt u allemaal zo vriendelijk zijn even buiten te wachten? Lucie, als je om welke reden dan ook niet kunt zenden, druk dan een piep op de knop. Over. De verdachte is binnen. De klok. Oké. Okay. 13. Open. Gilles is gesignaleerd. Ja, hij zit al in het huis. Oké, okay, actie dan. Kom, lukt naar die auto. Dubbel 01, de kust is vrij. Bedankt, die vier. Kom op, Troelen. Iedereen is in positie. Dubbel 08. Ga je gang. Ja, we rijden maar geen les. Liggen blijven. Op je buik. Omboeien. Nou, ik hoop dat je er plezier van hebt gehad. Het zal wel even duren voordat je weer de kans krijgt. Ik denk dat je in iemand zijn balboekje staat. Misschien komt hij wel voor jou. Mag ik deze dansen nu? Ik blijf liever even kijken als je het niet erg vindt. Sturen om een arrestant op te pikken. Observatiepunt 2 en ik breng hem een eentje verderop.
Hey, brengt dat nou nog wat op? We zijn even staan te kijken. Hey, als je me laat gaan, mag je het houden. Lullen we nergens meer over. Voor een beetje toeristenbagage en een camera. We zien je me vooraan. Nou, dat kan ook in cash. Wat voor cash? Zou mij benieuwen. Doe je niet aan mee? Wat heb je bij, Jochie? 300. Meen je niet, hè? Natuurlijk meen ik het. Het is alleen niet genoeg. Maak maar een geintje, man. Ik snap het niet. Dus, als je vanaf de Meeuwenlaan komt, is het ongeveer... 100 meter aan je rechterhand. 100 meter aan de rechterkant. Er staan wat vuilniszakken voor de deur. Goed, Lucy. Geen problemen met je locatie? Nee, geen problemen. Ja, over een half uur gaan ze hier de polka dansen. Dus die afgesproken radiostilte, die moeten we maar meteen in laten gaan. Ik geef 2 piepjes. Als die vriendin komt opdagen en 3... Als meneer zelf verschijnt. Over en uit. Alle eenheden. Vanaf nu blijven we allemaal van de porto's af. Dringende berichten kunnen via de mobielefoon. Uit. Alsof wij zo stom zijn om Lucie voor de voeten te lopen. Hoe gaat het nou met je? Hoezo? Nou ja, bedoel. Dat het lood in je buik of zo. Maak jij je daar zorgen over? Ik niet. Ik zou me alleen zorgen maken als ik een pand in moest met een maat in mijn rug die zijn pistool niet eens durft te laden. Je hoort de raarste geruchten. Sorry. Gek, hè? Ik ben hier wel 1000 keer langsgekomen. Ik wist niet eens dat dit soort dingen nog bestonden. Volgens mij sla je hier een maffiguur in een spijkerbroek. Ja, ik had een heel salaris moeten besteden aan zo'n balletpakje met van die veren. Het is anders nog knap erotisch, dat cheek-to-cheek dansen. Nou, je doet straks je best maar. Zou jij er geld op zetten? Die Gilles komt opdagen. Niet als hij zijn gezonde verstand gebruikt. Ja, aan de andere kant, seks is een sterke drijfveer. Als je 7 jaar achter die tralies hebt gezeten, dan wil een mens wel eens wat. Jij zou ervoor vallen. Als een baksteen. Misschien beheerst hij zich beter dan ik. Wat ik niet snap, is wat Keizer in die operatie doet. Het is omdat hij buiten zijn boekje gaat. Keizer? Hij had die tip. Vraag mij niet hoe, maar had ermee het hoofdbureau moeten gaan. Gilles is een landelijke zaak. Allemaal promotiebeleid. Ik denk dat hij de reputatie van de Kruislaan een beetje probeert op te krikken. Oh, en daarom moeten we van die porto afblijven, zodat ze ons op het hoofdbureau niet kunnen horen. En Gilles in zijn oor fluistert dat de politie voor hem klaar zit. Nou, je kan wel horen dat jij bij de recherche hebt gezeten. Oh, god.
vuurtje voor me? Het is hier verboden om te roken. Oh, nou is het op, hè? Ja. Misschien moeten we Fosco maar even waarschuwen. Onzin. Het is alleen maar die vriendin. Het kan nog uren duren voordat Gilles zich laat zien. Die zal vast wel komen als zij er is. Gilles komt alleen als hij 100% zeker is dat de kust veilig is. En dan hebben we nog een paar uur voordat hij uitgescharreld is met zijn vriendin. Ik moet even bellen. Er is toch een cel aan eentje terug? Wat is er nou zo dringend? Ik had een check-up. Ze kunnen het heen en weer krijgen. Vorige keer heb ik een uur voor joker gezeten in die kliniek. Ja, is dat nou wel zo verstandig? Mijn baas in eigen buik, jochie. Bij de tango ligt het accent op de lange, glijdende passen. Ja, daar gaan we. En slow, slow, quick, quick, slow, stap, over, zij, sluip. Oh, wat is een scharreltje niet? Nee, die Gilles heeft er gedwongen om hem haar huis te laten gebruiken. Voor een rendezvous met zijn vriendin heeft er gedwongen. Ze is als de dood. Dus waarom zou ze liegen? Het is uw operatie. En weer eens wat anders. Ook al zit ik meestal achter mijn bureau, ik weet best dat hier het echte werk gedaan wordt, Guus. Op straat. Een 100 dienstjaren een gouden horloge. Ik geloof dat het jou nog steeds dwars zit, hè? Dat Brandsma je voorbij gestreefd is. Benoemingen gaan zoals ze gaan, Guus. En als je eerlijk bent, dan weet je dat Brandsma gewoon heel goed is. Beter dan ik. U ook iets, adjudant? Nee, dankjewel. Nou, het is allemaal zo simpel dat jullie het ook kunnen begrijpen. Zodra die Gilles gezien wordt, krijgen wij een seintje van Akkermans en zetten wij meteen het hele blok af. Is dit niet een beetje veel machtsvertoon, adjudant? Voor maar één man? Wacht maar af tot je hem tegenkomt. Hij heeft twee bewakers tegen de vlakte geslagen voor hij over de muur ging en een pistool te pakken gekregen. Hij is vuurgevaarlijk. En één ding wil hij in elk geval niet, en dat is terug de gevangenis in. Dan heeft hij zeker ogen aan alle kanten? Daarom zitten wij hier en niet daar. Maar als we het seintje krijgen, kunnen we binnen twee minuten daar zijn. Smit, jij gaat met Haarman met de 113. Iedereen weet waar zijn plek is, ja? Ja. Waar is Haarman eigenlijk? Die zit voor regisseur te slijmen. Bij die zaak van die ontvoerde baby was ik nou niet kapot van je intuïtieve observatietalent. Jo, hoe krijg je het op papier? Nou ja, je bent hoofdagent, genoeg dienstjaren, dus je zou rechercheur kunnen worden. Ik ben het al geweest. Ja, maar niet tot ieders genoegen. Hoe dan ook, op dit moment is er geen plek. En als die er wel zou zijn, dan zou ik er nog even over na willen denken voordat ik een aanbeveling doe. Nou, weet je wat? Kom er later nog maar eens op terug. Oké. Okay. Mag ik vragen waarom u speciaal deze ruimte nodig heeft? Nou, we zijn op zoek naar iemand. En die persoon die heeft een afspraak met zijn vriendin in een huis hier tegenover. Oh, en hoe laat... Mag ik vragen waarom u speciaal deze ruimte nodig heeft? Nou, we zijn op zoek naar iemand. En die persoon die heeft een afspraak met zijn vriendin in een huis hier tegenover. Oh, en hoe laat is dat? Dat weten we niet precies. Maar we zijn erg blij met uw medewerking, mevrouw. Hoe laat beginnen uw lessen? Om 3 uur en het duurt meestal tot 4:30, 5 uur.
Nou, we zullen proberen u niet voor de voeten te lopen, mevrouw. Of wat heel belangrijk is, niemand mag weten wie we zijn. Er mag niks uitlekken. Kan dat? Tja, dan doet u maar gewoon alsof we hier zijn om de polka te leren. 10-12 voor 001. Wij zijn ter plaatse. Begrepen, Lucie. Hoe ziet het eruit? Heel goed. Het is het tweede huis met een blauwe deur aan de rechterkant. Het is nummer 7. Het heeft een groene brievenbus. Als je vanaf de Meeuwenlaan komt, is het ongeveer... 100 meter aan je rechterhand. 100 meter aan de rechterkant. Er staan wat vuilniszakken voor de deur. Goed, Lucie. Geen problemen met je locatie? Nee, geen problemen. Ja, over een half uur gaan ze hier de polka dansen. Dus die afgesproken radiostilte, die moeten we maar meteen in laten gaan. Ik geef 2 piepjes. Als die vriendin komt opdagen en 3... Als meneer zelf verschijnt. Over en uit. Alle eenheden. Vanaf nu blijven we allemaal van de porto's af. Dringende berichten kunnen via de mobielefoon. Uit. Alsof wij zo stom zijn om Lucie voor de voeten te lopen. Hoe gaat het nou met je? Hoezo? Nou ja, bedoel. Met al dat lood in je buik of zo. Maak jij je daar zorgen over? Ik niet. Ik zou me alleen zorgen maken als ik een pand in moest met een maat in mijn rug die zijn pistool niet eens durft te laden. Je hoort de raarste geruchten. Sorry. Gek, hè? Ik ben hier wel 1000 keer langsgekomen. Ik wist niet eens dat dit soort dingen nog bestonden. Volgens mij sla je hier een maffiguur in een spijkerbroek. Ja, ik had een heel salaris moeten besteden aan zo'n balimbol. Dat jullie het ook kunnen begrijpen. Zodra die Gielis gezien wordt, krijgen wij een centje van Akkermans en zetten wij meteen het hele blok af. Is dit niet een beetje veel machtsvertoon, adjudant? Voor maar één man? Wacht maar af tot je hem tegenkomt. Hij heeft 2 bewakers tegen de vlakte geslagen voor hij over de muur ging en een pistool te pakken gekregen. Hij is vuurgevaarlijk. En 1 ding wil hij in elk geval niet, en dat is terug de gevangenis in. Dan heeft hij zeker ogen aan alle kanten? Daarom zitten wij hier en niet daar. Maar als we het seintje krijgen, kunnen we binnen 2 minuten daar zijn. Smit, jij gaat met Haarman met de 113. Iedereen weet waar zijn plek is, ja? Ja. Waar is Haarman eigenlijk? Die zit voor regisseur te slijmen. Bij die zaak van die ontvoerde baby was ik nou niet kapot van je intuïtieve observatietalent. Jo, hoe krijg je het op papier? Nou ja, je bent hoofdagent, genoeg dienstjaren, dus je zou rechercheur kunnen worden. Ik ben het al geweest. Ja, maar niet tot ieders genoegen. Hoe dan ook, op dit moment is er geen plek. En als die er wel zou zijn, dan zou ik er nog even over na willen denken voordat ik een aanbeveling doe. Nou, weet je wat? Kom er later nog maar eens op terug. Oké. Okay. Mag ik vragen waarom u speciaal deze ruimte nodig heeft? Nou, we zijn op zoek naar iemand. En die persoon die heeft een afspraak met zijn vriendin in een huis hier tegenover. Oh, en hoe laat is dat? Weten we niet precies. Maar we zijn erg blij met uw medewerking, mevrouw. Hoe laat beginnen uw lessen? Om 3 uur en het duurt meestal tot 4:30, 5 uur. Nou, we zullen proberen u niet voor de voeten te lopen, mevrouw. Of wat heel belangrijk is, niemand mag weten wie we zijn. Er mag niks uitlekken. Kan dat? Tja, dan doet u maar gewoon alsof we hier zijn om de polka te leren. 10-12 voor 001. Wij zijn ter plaatse. Begrepen, Lucie. Hoe ziet het eruit? Heel goed.
Het is het tweede huis met een blauwe deur aan de rechterkant. Het is nummer 7. Het heeft een groene brievenbus. Als je vanaf de Meeuwenlaan komt, is het ongeveer... 100 meter aan je rechterhand. 100 meter aan de rechterkant. Er staan wat vuilniszakken voor de deur. Goed, Lucy. Geen problemen met je locatie?